Als kindje speelde ik graag met een oude radio. En ik deed niet liever dan aan de knopjes draaien. Ik bedoel, van de radio. Hè? Ik maak weer een flauw grapje. En de ruis en de ijle golflengte vond ik fantastisch. Dan kwam ik zo ineens aan de post, waar je heel in de verte Arabische woorden en muziek kon horen. Wel, dat heb ik ook in mijn poëzie gedaan. Met opzet ruis binnenlaten. Dus niet de uitgepuurde, mooie poëzie, maar met opzet ruis, stoorzenders, mijn eigen gedicht eigenlijk lelijker maken. Verstoren niet om te ontregelen, maar voor het avontuur. En sommige gedichten zijn mislukt. En sommige gedichten, die leven nu op zich.